Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is vandaag een zeer onstuimige dag en dat hebben we allemaal te maken met de stormdepressie... die momenteel aan het zuiden van Engeland ligt, eigenlijk aan de, aan de, gran, aan de grens van Engeland met het kanaal. En die depressie die trekt dan geleidelijk over de Noordzee, langs Nederland op, naar het noorden van Denemarken. Door deze depressie dus onstuimig weer in Nederland. Momenteel ligt het warmtefront van deze depressie... Ergens halverwege het land. En dat trekt dan in de loop van de ochtend geleidelijk aan naar het noorden weg. Daarachter langs komt nog een koufront. En achter dat koufront komt nog eens een soort van backbend occlusie. En met name op die backbend occlusie, daar verwacht ik vanmiddag de meeste wind. Aan zee kan het zelfs enige tijd gaan stormen. En zelfs een hele kortstondige windkracht 10 sluit ik niet uit. Op de radar ook al goed te zien... het warmtefront dat momenteel over Nederland heen ligt... en de komende uren geleidelijk aan richting het noorden wegtrekt. Daarachter dus wat uh, droge perioden, ook een aantal opklaringen. Maar in het zuidwesten ziet u op het radarbeeld al een aantal spatjes regen. Dat is de voorbode van het koufront. En daarachter komt vanmiddag dan ook nog eens die backbend-occlusie. Dus droog blijft het vandaag zeker niet. Ook uh, nadat het warmtefront is gepasseerd. Maar dat heeft dus allemaal te maken met die storm. Want vanmiddag en het noordwestenstorm... In windkracht 9, enige tijd. Op zo'n andere plaats aan de kust een stormachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 8. En in het hele land moet er rekening worden gehouden met windstoten. Zware windstoten tussen 75 en 90 km per uur. En in een smalle kuststrook, ongeveer in dit gebied, kunnen windstoten voorkomen van 110, misschien lokaal heel eventjes wel iets meer. Vanavond blijft het dan nog enige tijd onstuimig in het noordwesten van het land. Dan misschien in de vroege avond nog heel eventjes stormkracht, windkracht 9 met kans op zware windstoten. Maar vanuit het zuiden wordt het geleidelijk aan alweer rustiger en neemt de wind in kracht af. Komen de komende nacht nog wel een stevige wind. Met name aan de kust kan er nog wel eens enige tijd krachtig of nog hard zijn. Maar later in de nacht neemt de wind af naar kracht 5. Bovenland wordt het nog een stuk rustiger. Daar is de wind matig uit zuid-zuidoostelijke richting, windkracht 3. De laagste temperaturen vannacht in het noorden van het land, daar een graad of 5 in het zuiden, onder een dik pak wolken, wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen is het dan een overwegend bewolkte dag, maar zitten we altijd nog in de zachte lucht. Dat hebben we allemaal te danken aan een overwegend zuidelijke stroming, waardoor zachte lucht wordt aangevoerd vanuit Zuid-Europa. Het wordt op de meeste plaatsen 11 tot 13 graden en er valt geregeld regen of een enkele bui. Misschien dat er aan het eind van de middag in het zuidwesten de zon af en toe tevoorschijn komt. Maar dat zal echt laat in de middag pas zijn tegen zonsondergang. De komende dagen blijft het eigenlijk rustig weer. Dinsdag met name aan zee nog een stevige wind. Maar nog altijd zacht met 12 of 13 graden. Vanaf woensdag dan draait de wind naar het oosten. Allemaal door een hoge drukgebied ten noorden van ons. Maar blijft het wel gedurende een aantal dagen droog. Het wordt wel kouder. En misschien dat we in het weekend te maken krijgen met een enkele nacht met nachtvorst. Het blijft daarna ook vrij koud, in ieder geval normaal voor de tijd van het jaar, maar koud ten opzichte van vandaag en de komende dagen. En het blijft stabiel weer. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied ten noorden van ons. Er valt overwegend weinig neerslag. En wanneer er nieuwe omslag aan zit te komen, dat is volgens nog erg onduidelijk. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.